Superleuk dat je weer kijkt naar een productvideo van ons. Vandaag gaan we het hebben over onze hele compacte portemonnee, de San Francisco. Zoals je kan zien is hij kleiner dan mijn hand. Je kan hem, als je hem omdraait, heb je aan beide kanten een vakje die afsluitbaar is door middel van een druksysteem. Aan de ene kant hebben we dit vakje. Hier kun je bijvoorbeeld muntjes in doen. Ik zal het even laten zien. En aan de andere kant hebben we een vakje waar een ringetje zit waar je je sleutel aan vast kan maken. Of je autosleutel die je volgens weer in kan doen. Je kan hier ook iets anders in doen, maar daar is hij eigenlijk voor bedoeld. Dan vervolgens kun je hem openmaken. Die zit aan deze kant. Dan vouw je hem eigenlijk open. En dan is eigenlijk plek voor alle pasjes, muntgeld en bonnetjes. Pasjes, de bonnetjes en briefgeld. Dan is het met twee specifieke pashouders. Dat is eentje hiervoor en eentje hierachter. Je kan natuurlijk ook gewoon de rest van je pasjes. Dit is stoffen, maar dat zijn geen pashoudervakjes. Hier kan je ook je briefgeld in doen en je overige bonnetjes die je hebt. Vervolgens klap je hem gewoon weer. Klik je hem weer dicht op deze manier. En is hij even compact als dat hij net was. Alleen nu heb je hier al je, nu heb je hier al je muntgelden zitten. Hier je pasjes en je briefgeld. En hier heb je vervolgens nog plek voor je autosleutel of iets anders. Bedankt voor het kijken. Mocht je dit nou een leuke video vinden, doe even een duimpje omhoog. Vinden we superleuk. Meer informatie over dit product vind je beneden in de beschrijving. Alle links naar de portemonnee en naar onze webshop. Dankjewel. Doei!